Met het inenten van 22 zorgverleners van het Diakonessenhuis zijn er al bijna 200 frontline werkers gevaccineerd. Dat zei minister Amar Ramadien van Volksgezondheid gisteren in het Diakonessenhuis. Het personeel is vanaf januari middels voorlichtings- en bewustwordingssessies voorbereid op de vaccinatie. Medisch directeur Edward van Heer heeft in zijn toespraak geprobeerd om de vrees die er bij sommigen bestaat over het vaccin weg te nemen. Sinds die ontdekking van het vaccineren en het beschermen van mensen zijn er altijd groepen geweest die om allerlei redenen weigerden om gevaccineerd te worden, om gebruik te maken van die kennis van de wetenschap. Natuurlijk, het is allemaal voor hun, is dat hun volste recht. Toch moet u zich realiseren dat er een heleboel ziektes door vaccinatie zijn uitgeroeid of onder controle gebracht. Aldus Edward van Heer, hij is medisch directeur van het Diakonessenhuis. Van deze instelling hadden zich tot gisteren 86 frontliniewerkers opgegeven voor de vaccinatie.